zoals jullie wel weten is het deze week budgetweek bij Femme. En ik sluit deze budgetweek af met een complete budgetlook. Alle producten die ik gebruik zijn onder de 10 euro en de meeste zelfs onder de 5 euro. Dus laten we snel beginnen. Ik gebruik eerst de BB Cream van e.l.f. met SPF 20. En deze is niet zo dekkend als een echte foundation, maar wel dekkend genoeg om mijn huidkleur wat egaler te maken. En die werk ik dan met een bufferkwast. Deze is van Zuva in de huid. Ondanks dat het vakantie is, heb ik toch nog wat donkere kringen onder mijn ogen en wat oneffenheden. Dus daar gebruik ik een concealer voor. En ik vind deze van Essence heel erg fijn. Dit is de Stay All Day Concealer. Deze licht de huid ook meteen een beetje op, omdat hij iets lichter is dan mijn eigen huidkleur. En die breng ik dan een beetje zo rond het mondgebied, want daar heb ik altijd een beetje donkere plekken. En onder de ogen aan. Een beetje langs de neusvleugels. Daar heb ik ook altijd wat roodheden. En dat poeder ik af met de Catrice Prime & Fine Mattifying Powder Waterproof. Eerst rond de ogen, zodat de concealer daar niet in de huidjes trekt. Huidjes in de lijntjes trekt. En een beetje rond de kin. En de neus. En op het voorhoofd. Dan ga ik verder met de wenkbrauwen. Ik gebruik de Catrice Eyebrow Set. En met de lichtste kleur vul ik dan mijn wenkbrauwen in. En die lichte kleur is echt precies goed voor mijn wenkbrauwen. En zoals je ziet maakt die lichte kleur mijn wenkbrauwen zelfs al best wel donker. Dus die donkerste kleur, die laat ik lekker met rust. Dan ga ik nu beginnen aan de ooglook. En ik gebruik daarvoor een paletje van Catrice. Dat is deze, een quattro in de kleur Never Let Me Go. Ik begin met de lichtste kleur. Dit is een oogschaduwkwastje van e.l.f. En deze breng ik aan in de binnenste ooghoek. Dan pak ik daarna die perzikachtige kleur met gouden glitters erin. Die vind ik zo onwijs mooi. En dan gebruik ik dit oogschaduwkwastje van Hema. Het is een dubbele kwast. En ik gebruik dan de grote fluffy kant. En die breng ik dan over het hele ooglid aan. Met dezelfde kwast ga ik in die bruine oogschaduw, de op één na donkerste kleur. Die tik ik goed af. En dan zet ik daarmee de buitenste ooghoek aan. En ik zorg ervoor dat ik niet hoger dan de arcadeboog ga. Want ik wil de look wel natuurlijk en draagbaar houden. En die kleur bouw ik gewoon op totdat ik hem donker genoeg vind. Dan pak ik een grote fluffy blending kwast en dan ga ik even langs de randjes zodat de harde bruine lijn ietsje zachter wordt. Dan pak ik een eyeliner kwastje, deze is van Zuva. En dan gebruik ik die donkerste kleur, bijna zwart is die, maar hij is heel erg donkerbruin met gouden glitters. En dan ga ik daarmee een soort van winged liner zetten, maar dan dus met oogschaduw. Dicht langs de wimperrand. En dit staat net wat zachter dan een vloeibare eyeliner. En door dit lijntje te zetten wordt je oogopslag net wat intenser en net wat donkerder en zoeler. Zonder er heel hard en streng uit te zien eigenlijk. Wat je wel snel krijgt met een zwarte eyeliner. Daarom gebruik ik graag bruin. Diezelfde donkerbruine kleur breng ik ook aan de onderste wimperrand aan. Ik focus me op het buitenste deel. En met mijn vinger vervaag ik dat een beetje. Dan gebruik ik nu de Catrice Eyebrow Lifter. En hiermee ga ik op de waterlijn. En dit is een huidkleurig oogpotlood. Wat ervoor zal zorgen dat je look net wat frisser wordt. En dat je ogen wat wakkerder eruit zien. Dan breng ik die highlight kleur nog even onder de wenkbrauw aan. Weer met het kwastje van e.l.f. En dit geeft een mooie lift aan je wenkbrauw.
Dan breng ik twee laagjes mascara aan. Ik gebruik de Glamour Doll mascara van Catrice. Dit is de waterproof variant, maar je kunt natuurlijk ook de gewone versie gebruiken. Dan ga ik nu mijn bronzer, blush en highlighter aanbrengen. En dat ga ik doen met één product, namelijk de Sleek Glow Face & Body Highlighter in de kleur Bronze Baby. En dit is dus een bronzer, highlighter en blush in één. Zo ziet hij eruit. En deze zorgt voor een hele mooie bronzen, witgouden gloed op de wangen. Ik gebruik mijn blushkwast van Essence en die dep ik eigenlijk in het product. Trek ik goed af, want het is heel gepigmenteerd. En dan ga ik daarmee weer deppend eigenlijk op de jukbeenderen, op de wangen en onder de jukbeenderen. En zoals jullie zien zorgt dat dan voor een hele mooie glans en ook een beetje kleur en meteen wat schaduw en juist verlichting in het gezicht. Dus het is echt een 3-in-1 product. Ik kom weer even terug bij de ooglook, want de laatste stap is namelijk het aanbrengen van deze witgouden highlighter in de binnenste ooghoek. Ik gebruik gewoon mijn vinger daarvoor en dat dep ik zo in de binnenste ooghoek. En dat matcht dan mooi met de wangen, met de jukbeenderen. Het enige wat ik nu nog ga doen is het aanbrengen van een lipstick. En ik gebruik All About Cupcake van Essence, een hele mooie lipstick in een natuurlijke kleur. En dat is dan de uiteindelijke look, helemaal gemaakt met budgetproducten. Ik hoop dat jullie de look mooi vinden en dat jullie iets aan deze video hebben gehad. Heel erg bedankt voor het kijken en tot volgende week. Doei!